hier gemaal Malensluis. Mag u wat vragen? Ja. Weet u, het gemaal, is dat daar? Ja. Kan je daar ook slapen? Wonen daar mensen? Nee. Mogen we dan misschien bij u slapen? Nee. Oh. Nee. Toch bedankt. Jo. Dag. Vindt hij koud? Vindt hij nat? En ik zie niet waar we moeten slapen anders dan in de auto. Dus opnieuw een plek prikken. Goed idee. Spakenburg. Ik zoek een slaapplek in Spakenburg. Dan moeten we even binnen overleggen dan. We zijn van RTV Utrecht en we zoeken een slaapplek. Nou, dat mag hier. Ja? Je bent welkom. Nou, ik ben net bij de achterdeur erin en nu gelijk de voordeur er al uit. Wat gaan we doen? We gaan naar de Spakenburgse markt. Oh, leuk. Is dit nou het echte Spakenburg of is dit eigenlijk gewoon toeristisch? Ja, dit is echt toeristisch. Want de meeste Spakenburgers houden hier toch niet van. Nee? Nee. Maar jij keek heel geïnteresseerd bij die kraampjes. Ja, ik hou wel van oude spullen uit grootmoeders tijd. Een mooie kralietas noemen ze dat hier. Die heb ik ook nog gehad. Ja. Oh. Als je zo zit is het leven goed in Spakenburg, of echt niet? Echt wel. Dus genieten. Je hebt niet veel nodig, toch? Maar je vertelde, je zit ook in de raad, toch? Ja. Voor welke partij? Voor Betaalbaar Bunschoten. Dat is een plaatselijke partij. Een partij met veel gedoe, toch? Met veel rumoer. Dat was toch ook alweer gebeurd? Ja. Wethouders opgestapt? Ja. En ik ben ook blij dat nu zeg maar alles opgeruimd is. In die zin van, er zijn drie mensen als eenmansfractie in de raad gekomen, ja. Het is natuurlijk, ja, dat is zeker jammer, ja. Het had niet gehoeven. En hoe was het voor jou? Want jij hebt hard gevochten om die partij, ja. Dat je een wethouder mag leveren, ja. Om die partij groot te maken. Grote teleurstelling toch wel. En heb je geprobeerd ook om het te lijmen, om het op te lossen? Juist al 3 jaar lang heb ik een beetje puin aan het ruimen geweest. Ja, en zonder resultaat eigenlijk is gewoon heel jammer. Maar goed, ik zit nu als enigste raadslid nog in voor deze club dan. En ik maak deze periode af tot maart, tot aan de nieuwe verkiezingen. En dan? En dan hou ik het voor gezien. Moet snel likken. Ja. We gaan weer knoeien. Goed, dat is toe. Nou, heb je ons getrakteerd op ijs? Worden we gevoed? Krijgen we een slaapplaats? Wat is nou het klusje dat ik daarvoor mag doen? Ja, ik kan zo niet iets bedenken van dit laat ik haar doen. Ik doe het liever zelf. Ja. Lekker eigenwijs. Maar ja, laten we anders vanavond iets leuks gaan doen. Spelletje? Ja, een spelletje bijvoorbeeld. Dat lijkt me helemaal top. Zo winnen. Ik ga echt winnen. Ben ik nu? Die kan weg. Nee, ik ben nog lang niet aan de beurt. Ik speel het even uit. Elske. Ik heb gewonnen! Ik heb echt gewonnen! Ja, ja. Elske, kom achter de camera. We gaan ontspannen, iets leuks doen. Genoeg gewerkt. Fiele Hooiberg zit erop voor ons. En ik heb gewonnen! Eerlijk gezegd!